Erik, het is in de aanloop veel over Haller gegaan, die is er niet bij. Trainers praten vaak liever over mensen die er wel bij zijn. Zeker. Hoe ga je dat, je opstelling geef je vast niet, maar hoeveel minder zijn jullie zonder Haller? Of heb jij toch ook wel het idee dat jullie gewoon echt een heel goed elftal tegen Lille erbij in kunnen brengen? Het laatste denk ik zeker. Maar Haller voegt zeker iets toe aan ons spel. Dat is ook duidelijk. Alleen zonder hem hebben wij in het korte verleden, maar ook in de afgelopen jaren, ook hele goede resultaten gehad. En hebben we ook vaak een hele goede voorhoede kunnen opstellen. En daar ben ik ook vast van overtuigd. En alle vertrouwen dat we dat morgen ook weer hebben. Het nieuws is dat Mazraoui in Amsterdam is achtergebleven. Ja, die stapte vanmiddag niet in het vliegtuig op weg naar Frankrijk. Dat was al een beetje de verwachting. Er stond gisteren een heel groot vraagteken achter zijn naam. Omdat hij zaterdag tegen Heracles een tik in zijn gezicht had gekregen. En daardoor een verminderd zicht had. En hij wordt vervangen door Divine Range. Je hebt heel veel toptalenten zien komen en zien gaan. Hoe schat jij Divine Range wat dat betreft in? Wat zijn zijn sterke punten en waar moet hij nog aan werken? Hij moet werken uiteraard zijn fysiek. Hè, en met fysiek bedoel ik met name ook zijn inhoud. Hè, zijn conditionele inhoud. De intensiteit volhouden. En dat hij op de intensiteit mee kan, dat laat hij al zien. Ja, en zijn kwaliteiten is toch wel zijn spelintelligentie en zijn vaardigheid. En ook met name ook zijn onverstoorbaarheid. He, waar hij ogenschijnlijk met welk gemak hij zijn wedstrijden speelt. En dat is heel knap op die leeftijd. En ik denk dat hij ook de mentale rust heeft om dat ook gewoon door te zetten. Ja, Gravenberch is geschorst. Hoe gaat Ajax dat opvangen? Ja, die was tegen PSV ook geschorst voor de beker. Dus je zou zeggen dat is de logische oplossing. Davy Klaassen zal op 10 staan. En dan zou je Alvarez en Daley Blind weer controlerend op het middenveld kunnen zetten. Ja, wat een andere optie is dat Blind gewoon op zijn plekje centraal achterin staat. En dat Martinez naar het middenveld gaat. Maar ik denk dat hij voor de PSV variant zou kiezen. Afgaande op het spel wat Martinez de laatste week heeft laten zien, zou dat eigenlijk ook wel terecht zijn, toch? Ja, en ook zeker in dit soort wedstrijden. Hier wordt toch wat meer gevraagd dan leuk en lekker voetballen, zoals afgelopen zaterdag tegen Heracles kon. Hoewel dat natuurlijk ook een hele lastige wedstrijd voor Ajax was. Maar dit is wel een niveautje hoger. Lille is de koploper van Frankrijk. En als je zag hoe makkelijk PSG bij Barcelona won, dan weet je dat Ajax wel zijn borst nat kan maken.